Goedemiddag allemaal. Als directeur van Stichting De Baat wil ik u namens alle organisatoren van harte welkom heten op deze eerste combinatie van de Dag van de Ouderen en de Dag van de Mantelzorg. Zometeen, als ik hier van het podium ga, dan start hier het toneelstuk Over de Kopstorg. Hele fijne middag. Het Bergen van Huls. Ja, ik ken jou wel hoor. Ik weet al waar je allemaal hebt uitgevreten vroeger hoor. Misschien kunt u iets zachter praten, dan hoeven de andere gasten ook geen last van ons te hebben, hè? Jaarlijks is er een dag voor de ouderen. Maar jaarlijks is er ook een dag voor de mantelzorgers. Dit keer Pim Jongsma van De Baat, alles samen. Ja, dit jaar hebben we ervoor gezorgd dat de dag van de mantelzorg en de dag van de ouderen in één worden geschoven. Ja, jij bent een beetje verantwoordelijk voor de organisatie, maar je hebt heel veel hulp gehad, hè? Ja, ik heb een heleboel maatschappelijke stagiaires van het Veenlandencollege ingeschakeld. Ja, nou, daar heb ik er twee van naast me staan. Juriaan en Huip. Nou, toch ook vooraf heb je veel gedaan, nietwaar? Ja, we moesten u aanschrijven om te komen vragen of u hier wilde filmen. En we hebben ook een hoop voor moeten bereiden met de invouwen van de boekjes en de bloemen verzorgen en dat soort dingen, ja. Maar we hebben ook geholpen met het verspreiden van de folders in de wijken waar vooral veel ouderen wonen. En zo dus veel reclame gemaakt, zodat er zoveel mensen kwamen. Er was nogal wat te doen, hè, vandaag. Noem eens een paar dingen. Nou, dat koffie uitserveren, dat is wel echt aanpoten. Dat wordt nu hartstikke druk. En we hebben ook natuurlijk allerlei workshops en daar moeten we ook aan meehelpen. Ja. In welke klas zit je van het Veenlandencollege? Ik zit in 5 VWO. En dat betekent dus dat je voor het tweede jaar nu die stage doet? Ja, klopt. Vorig jaar was ik begonnen en dat was dan alleen koffie schenken. En dit jaar moet je dan ook helpen meer met het organiseren en het beginnen van deze gebeurtenis. Nou, leuk dat jullie dit gedaan hebben als stage. Ik wens jullie heel veel succes met je verdere studie. En wij gaan nog eens even kijken naar wat er vandaag allemaal gebeurd is hier in de Meijer, in Meidrecht. Wij maken van oud melkpak of een sappak kinderportemonneetjes. En dat is waardeloos materiaal, maar zo kun je er heel wat leuks van maken. Wij zijn hier van landbouw. 'S Woensdagsmiddags hebben we daar landbouw en op de Soos. En dat doen we onder andere sjoelen. En we hopen er eigenlijk op de woensdagmiddag mensen bij te krijgen voor de sjoelen. Ik ben Kees van Ankeren. Ik sta hier voor de Protestants-Christelijke Ouderenbond in de Ronde Venen. En onze hoofdzaak is belangenbehartiging voor onze medebewoners. Op het gebied van zorg, van inkomen, van huisvesting, welzijn, veiligheid. Mobiliteit. De kringloop staat voor dat alle artikelen een tweede kans krijgen en niet hoeven gedumpt te worden. Aanstaande zaterdag 6 oktober hebben wij open dag. Is iedereen van harte welkom om het hele bedrijfproces te zien. En met wat voor mensen wij werken en met wie voor wie iedereen. Constructieweg 66 in Meidrecht. Ja, ik maak foto's voor de oudere dagen en ze kunnen zich kleden zoals ze het willen. In het kader van het bewegen van de senioren doen we dit spel en het heet stoelhondbal. Een cadeaublikje maken we, versieren. Gewoon knakworst formaat. En dan gaan ze het met een papiertje eromheen wikkelen. Een stofje erin en dan mooi met lintjes en knoopjes en strikjes versieren. Er zijn nog veel te veel ouderen die nog niet bekend zijn met internet. En daar kunnen ze juist bij SenuWeb leren hoe dat moet. En daar hebben we inloopochtend ervoor op dinsdag en donderdagmorgen als ze vragen hebben. En dan kunnen we samen besluiten welke cursussen voor hun geschikt zijn.